voorgangers. Ze hebben geen koetswerk, nemen minder plaats in, zijn minder goed zichtbaar en gaan trager vooruit dan het andere verkeer. Daardoor betalen ze bij een verkeersongeval stevast het gelag. In 2011 ging het om 111 doden en bijna 700 zwaargewonde voetgangers. En 1 op 3 ongevallen gebeurde op een zebrapad, terwijl dat nu net bedoeld is om voetgangers te beschermen. Onvoorzichtigheid is vaak de boosdoener. Waarom bent u niet gestopt aan het zebrapad? Niet gestopt aan het zebrapad? Ik was aan het twijfelen omdat de auto, daar stond ene, die stond stil en ik was nog redelijk stuk eraf en ik zag dat ze niet overstak. Daar stonden mensen langs de weg, ja. Dat heb ik nog niet opgelet. Ah ja, dat heb ik niet gezien. Ik heb maar een oogarts achter een andere bril. Er waren wel degelijk voetgangers die waren oversteken. Dan moet ik mijn eigen echt verontschuldigen, want die heb ik gemist. Je reed toch te snel, want ik kon. Echt? Ja. En dan ook, moet ik me 2 keer verontschuldigen. Ga je dat altijd in het vervolg doen? Ik heb mijn hand op mijn hart beloofd. Wat moet je doen als je bij een zebrapad en er staat iemand te wachten om over te steken? Stoppen en de persoon laten overstijgen. Ik heb gezien die twee kleine gasten. Ik denk, oh, die laat me doorgaan. En mijn vrouw zegt, ja, maar nee, je moet toch. Ik ben gepasseerd. Als je aan het zebrapad bent, dan moet je sowieso al vertragen. Ja. En dan, als je ziet, er willen mensen oversteken, dan moet je stoppen. Ja. Automobilisten zijn soms roekeloos. Maar dat kan vaak ook van voetgangers gezegd worden. Kijk zelf maar. Goedemorgen, heren. Bent hier de straat overgestoken? Ja. Ja. En hoe hebben jullie dat gedaan eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen, wel met mijn voeten, maar hoe? Dus jullie steken over zonder te kijken, zonder zelfs te kijken naar het licht. Moet u feliciteren. Dat we langs de zebrapad over. Alsjeblieft. Jonge dame. En de strepenkes? Ja, sorry. Hoe komt het? Ik was onvoorzichtig. Als je nu over dat zebrapad loopt, dan moeten alle bestuurders u voorrang geven. Dames! We zullen het nooit meer doen. Wat zullen we nooit meer doen? Naast het zebrapad. Absoluut, hè. Tussen al die auto's ben je als voetganger erg kwetsbaar. En met trams in de buurt is het zeker dubbel opletten geblazen. Want die kunnen natuurlijk niet uitwijken en stoppen lukt ook niet in 1, 2, 3. Ik kom dan een halt, meesten stappen op af, komt een bus naast, meesten stappen daar ook af, steken blindelings de tram en busbaan over. Ook niet vergeten daaromtrent het gebruik van de mp3-spelers tegenwoordig. Bij de oortjes op, meesten steken blindelings over, hebben geen aandacht meer, zijn volledig geconcentreerd in de muziek. Denk je aan andere dingen en dan gebeuren er ongevallen. En ik kan u verzekeren, de impact van een dergelijke aanrijding is niet onderschatten. Als professionele trambestuurder, laat ons zeggen, is het niet aan mij om daar ergens bij overstekende voetgangers toch vlotjes door te gaan. Men houdt die zaak in doog en als de weg vrij is, zet men aan met een tram. Maar desalniettemin, een tram heeft voorrang op zebrapaden en andere oversteken. Het moet van twee kanten komen. Van automobilisten verwacht je dat ze aan een zebrapad vertragen en voorrang geven aan de voetgangers die er oversteken of willen oversteken. Maar ook als voetganger heb je natuurlijk plichten. Als je leven je lief is, loop dan nooit blindelings de baan op. Zelfs niet aan een zebrapad. Want voorrang is niet gelijk aan veiligheid. Een gouden tip, maak oogcontact met elkaar en go for zero. Deze uitzending kan je ook bekijken op de website van het BVV en van de Federale Politie.